Jazeker, dames en heren. Het is weer tijd voor Gamers Net Gear. Dat is immers wat je aanklikt. En ja, dan krijg je van ons ook een stukje gear. Ditmaal met Amador aan mijn zijde. En hij is voor het eerst in zijn leven bezig geweest met een toetsenbord. Amador, wat heb je in godsnaam meegenomen? De Razer Sinosa Chroma. En dat klinkt alweer heerlijk. Het zal wel een slang zijn. Dat is vaak het geval. Dus een spin, volgens mij. Ik heb het niet opgezocht, eerlijk gezegd. Het is wel leuk, want als je dat op gaat zoeken naar waarom heten die dingen altijd van Razer en zo met van die gekke namen. Volgens mij zijn al hun toetsenborden spinnen, al hun muizen zijn slangen. Zo heb je een aantal dingen. Ja, precies. Dus dat, de Death Adder. En, ik denk als je Sinosa googelt, krijg je waarschijnlijk een enorme spin op je Google afbeelding. Nice. Dus, maar oké, hoe dan ook, dat terzijde. Dit is een toetsenbord wat zich, in tegenstelling tot Razer's filosofie, die veel mensen denken dat altijd waar is, is dit een beetje een budget toetsenbord, right? Voor Razer het begrippen op zich wel. Het is een toetsenbordje van €80. Ja. Is een degelijke prijs, want je krijgt een membraan toetsenbord. Geen mechanische. Nee, dat is echt een ding. Dat kan voor heel veel mensen een, ja, als het een reden zijn om het niet te doen. Maar ja, ik heb persoonlijk echt een schurfthekel aan die mechanische dingen, want ze maken veel te veel herrie. Dus ja, ik vind dit wel een hele toffe. Ja. Ja, maar dat is sowieso wel een ding, hè? Want de laatste tijd is natuurlijk, of in ieder geval over de jaren heen, zijn die mechanische toetsenborden heel erg hip geworden. En toen had iedereen zoiets van, oh, mechanisch is nieuw, dat moeten we allemaal hebben. Maar tegelijkertijd is er ook een soort van renaissance voor de membraan toetsenborden. Omdat nou ook, inderdaad, er zijn heel veel gasten zoals jou die zeggen van, ik heb niks met dat klikkie-klakkie gebeuren. Ja, daar word ik heel zenuwachtig van. Maar dit wil wel zeggen, het is minder precies voor je, zeg maar, high-end games. Maar je typt er wel lekker op. Ja. Dat is altijd een beetje de regel met membraan. Hoe is dat hier? Het is inderdaad gewoon een fijn toetsenbordje. Ik heb verschillende nieuwsberichten en reviews die je allemaal kan lezen natuurlijk. Gamersnet.nl. Die heb ik hiermee gedaan en het is gewoon een fijn toetsenbord. De toetsen zijn al gewoon een goede grootte. Het geeft dan een bevredigend geluidje nog als je het inklikt. Maar het is niet zo'n enorme donderslag als bij die mechanische. Nee. En er zit achter elke toets zit ook weer een ledje. Ja, dat is, en dat, ik denk dat dat ook is waar je dus die €80 voornamelijk voor betaalt. Is dat het wel full RGB is, chroma verlicht, yes. Razer Synapse 3. En dus in tegenstelling wat heel veel membraantoetsenborden hebben gewoon een paar ledjes onder het membraan zitten. Dit is echt elk toetsje heeft een ledje. En, heb je er leuke profielen mee gemaakt? Ik heb het geprobeerd. Ja, ik heb wel een beetje disclaimer. Is dat ik voor de eerste keer echt daadwerkelijk uitgebreid met een Razer product bezig ben geweest. Uh-huh. Dus Synapse was voor mij dus ook meteen even wennen. Nieuwe wereld. Maar het is wel heel. Razer heeft wel hele fijne software gemaakt. Want binnen een kwartier ben je gewoon lekker aan het tweaken. En ben je eigen leuke profieltjes aan het maken. Ja, dan die weer koppelen aan die game. En die koppelen aan precies. Word. Dus je gaat typen. Ja, precies. Dat is echt enorme. Bliksemschichten en alles. Nou, het is leuk als je een type bent. Ja, helemaal blind op een gegeven moment. Ja. Maar het is ook gewoon fijn voor de beginnende PC-gamer. Want die zijn er natuurlijk ook. Mensen die een expert zijn, die weten wat ze kopen. Die weten of ze mechanisch leuk vinden of niet. Maar dit voelt voor mij als een prima toetsenbord als je net je setup gaat maken als je de beginnende PC-gamer. Ja, dus je wil niet per se de hoogste specificaties, maar je vindt dat RGB wel tof. Ja, dan precies. Ga je denk ik hiervoor. Want hij werkt gewoon net als bij de andere Razer-producten met Synapse, kun je natuurlijk al die kleurprofielen aan elkaar aansluiten. Ja, dus ja. Die boxjes die we gehad hebben, die zouden over kunnen gaan in je Wave. In je Wave, naar je muis. Naar je muismat, want daar is Peter mee aan de gang precies. Natuurlijk, met een muismat die ook een kleur heeft. Dus, en het is een heel begrijpelijk een stukje software van Razer. Ja, nee, dat dus dat het is voor de beginner is dit wel een hele toffe, heel tof toetsenbord. Er zitten gewoon ook de belangrijke functies op. Als je deze indrukt, dan kan je je muziek harder zetten, zachter zetten. Je kan macro toetsen instellen. Ja, je hebt tegenwoordig ook met Razer Synapse 3 heb je volgens mij ook Hypershift. Dat is iets wat Rockat al langer doet. Als je één toets indrukt, dan krijg je een soort van nieuwe laag toetsenbord. Waarmee precies. Je weer ook weer allemaal kan zeggen van ja, de 1 is normaal dit. Maar als ik FN1 doe, dan is het weer iets heel anders. Dan is het dan anders, dan start ik wat op of wat dan ook. Nee, maar dat doen ze. Ik moet ook echt zeggen, wat jij zegt over Synapse 3 is helemaal waar. Want Razer Synapse 2 was nog een beetje af en toe, een beetje, het werkte niet allemaal heel lekker en je had niet de volledige controle. En 3 is overzichtelijker en je kunt er ook veel meer mee. Die macro's zijn makkelijker, die lichtjes instellen zijn makkelijker. Het synchroniseren van alles gaat een heel stuk beter. Is zeker makkelijker. Als je een Philips Hue-lamp hebt, kun je hem ook nog daarin over laten gaan. Ja, dat is klopt. Vet gedaan. Dat is inderdaad heel vet. En het materiaal zelf is ook fijn. Het is een soort, het voelt een beetje rubberig. Ja, ik weet niet precies wat voor materiaal het is. Het is een beetje zo'n matte softcoat. Ja, het is een softcoat. Het zorgt ervoor dat als je een beetje vochtige, klamme handjes hebt van een intensief potje kot of zo, dat het allemaal in ieder geval niet wegglijdt. Ja, en dit is natuurlijk ook nog een ding. Omdat het membraan is, is hij ook veel beter bestand tegen vettigheid en gorigheid. En hij schijnt
waterbestendig te zijn. Heb je dat geprobeerd? Dat je dacht van, nou ja, glas water, here we go. Kijk, dat is bij mij sowieso een grens vaak om dingen te proberen. Want dan zeggen ze ook bij telefoons van, oh, het is waterdicht, maar toch zegt iets in je van, ik ga het toch niet proberen. Ik heb een telefoon met een onbreekbaar beeldscherm. En dan heb ik niet zoiets van, laten we dat eens gaan testen. Laten we proberen, ja. Dat vind ik dan ook weer niet dus, nee, dat heb ik gelukkig niet geprobeerd. Er wordt inderdaad gezegd dat het spatwater resistant is. Dus ik denk als je een volle glas cola eroverheen gooit, dat het nog steeds Sowieso moet je nooit cola doen, want dan denk je van, oh, er is niks aan de hand. Maar een jaar later begint in één keer alles heel brak te werken. Ja, en te hoesten. Echt letterlijk. Ja. Dat is serieus. Ja. Dus dat heb ik niet geprobeerd, omdat ik hem lekker mee naar huis ga nemen straks. Dus, maar voor de rest, het doet gewoon wat het moet doen. De RGB betaal je vooral de prijs voor. Dat is natuurlijk die €80, het komt vooral door die ledjes. Ja, want verder zit er ook niet heel veel, weet je, je hebt dan wel de kickstand en de bouwkwaliteit is prima, maar je ziet bijvoorbeeld ook geen gewoven kabel hierbij. Nee. Niks om je USB ook geen polsteuntje of zo. Nee, geen polsteun inderdaad. Dat is het enige wat ik af en toe wel dacht, voor mijn gevoel dat ik dan net iets te hoog, dat die net iets te hoog is, dat je toch graag toch iets eronder had willen hebben. Maar ja, dat is een polsdingetje, dat kost niet zo heel veel. Precies. En voor €80 vind ik dat ze hier gewoon best wel een net basaal product neerzetten. En als je dat verder uit wil breiden of meer wil, dan moet je ook gewoon hoger in een hoger segment gaan zitten. Dan moet je in een hoger segment gaan zitten. Maar nogmaals, voor de mensen die beginnen om een leuke setup te maken met een leuk beginners PC'tje, is dit wel echt een heel tof product om mee te beginnen. Ja, mooi. En ik ben er eigenlijk gewoon best wel over te spreken. En het is vooral inderdaad wel de afweging maken. Ben je echt verzot op een mechanisch toetsenbord, dan is dit waarschijnlijk niet voor jou. Maar dan heb je waarschijnlijk wel een iets groter budget nodig. Ja, want als je kijkt naar het mechanische toetsenbord van Razer, met dan ook de lichtjes en die polsteun, dan zit je dus aan €190. Precies. Dus dat is gewoon ruim het dubbele natuurlijk. Dus dat is wel meteen een wat grotere investering. Ja. Maar om ergens mee te beginnen, is dit gewoon een heel tof toetsenbord. Ja, ik heb er weinig over te zeggen. Ook gewoon, hij reageert ook direct met verschillende games gespeeld, XCOM gespeeld en Overwatch gespeeld. Dus, Overwatch synchroniseert hij natuurlijk ook weer mee. Ja, met het, dat wel. Ja. Dat is het enige wat nog niet heel erg uitgebreid is. Want normaal, bij Synapse heb je dus van die voorgeprogrammeerde LED-dingetjes. Voor bepaalde games, maar daar zijn er pas heel weinig van. Ja, ze hebben eigenlijk alleen Blizzard en een aantal indies. Dus dat is een beetje het enige wat ze nu supporten. Dus maar daar mogen alle partijen harder in gaan. Want je ziet ook Corsair heeft echt alleen maar Far Cry 5 en daar houdt het mee op. Ja, precies. Dus dat is echt iets wat al die hardware developers of peripheral boeren, daar moeten ze een beetje aan werken om meer dealtjes te maken. Want dat maken die dingen natuurlijk ook uniek. Razer werkt altijd samen met Blizzard. Dus als je in je Overwatch wil zien dat je met Lucio in één keer de speed boost doet in plaats van de health boost, dan dat kan alleen met Razer. Klopt, dus dat is dan al het enige wat dat je dan nogal een beetje, mist is een groot woord, maar het zal leuk zijn als dat wordt uitgebreid. Je kunt het altijd zelf maken. Ja. Als je zoiets hebt van, want ik heb dat ook, ik heb een CFD's profiel en een PlayerUnknown's profiel enzovoort. Weet je precies, en je kan heel veel profielen opslaan en voor elke game heb je wel je eigen kleurtjes. En voor de rest, het is, Razer heeft gewoon weer een lekker product op de markt gezet. Een degelijk beestje, kunnen we dat zeggen? Ja, ik ga hem gewoon gebruiken. Het is inderdaad een degelijk beestje. Oké, voor €80. De Razer Synosa Chroma. Ze hebben er ook andere varianten van. Er is nog een duurdere met een underglow. Dan heb je nog meer ledjes. Klopt, en dat is natuurlijk ook een goedkopere met alleen maar groen. Als je zoiets hebt van, ik hoef al die kleurtjes niet. Yes. Ik vind het wel interessant inderdaad voor de beginnende gamer. Denk ik dat dit misschien wel een mogelijkheid zou zijn. Yes. Maar ik ben ook benieuwd wat jij, zoals je het zo ziet, zou je zoiets hebben van, is dit iets of ga je toch liever voor mechanisch? Laat het ons weten. En natuurlijk, bedankt voor het kijken. Dan Gamers & Gear, ook deze week weer een keer met de Amador erbij. Joehoe. Voor het eerst in zijn leven een toetsenbord review. Hoe vond je dat hij het deed? Laat het weten. Please, cut him some slack. Ik vond het lekker aan. Oké, top. Ja. Graag. Dus nog een review over mij in een review. Dat hoppatee, doe dat. Inderdaad. We gaan gewoon een beetje wisselwerking doen. Interactie, mensen. Dat doen we op Gamersnet. Kom eens een keer langs. Video's, reviews, trailers. Nieuws. Amador. En Tom ook. Nee, ook.